Oh, dit is zo leuk. Nu probeer ik het heel goed Frans uit te spreken, terwijl ik kan helemaal niet echt Frans. Ah! Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lisa en ik voel me heel bleek. Ik voel me echt super bleek. Ligt dat nou aan de camera of ben ik echt zo bleek? Nou, in ieder geval tegen de tijd dat jullie deze video zien zal ik al een stukje bruiner zijn. Want ik zit nog steeds in Dubai met mijn ass. Ondertussen kom ik wel bijna terug als deze video online is. Omdat ik dus in Dubai zit, had ik geen vlog meer om vooruit te werken. Maar toen dacht ik, laat ik voor het eerst een unboxing video maken. Want dat heb ik eigenlijk nog nooit gemaakt op mijn kanaal. En zoals jullie in mijn vorige vlog hebben kunnen zien, ben ik bij de White Dinner geweest van Friends of the Brands. En daar hebben we een hele vette goodie bag gekregen. Dus ik heb de hele tas dichtgelaten en ik ga hem nu dus samen met jullie uitpakken en unboxen, zoals ze dat dan op YouTube noemen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie van deze video vinden. En wat ik toch wel weer het allerleukste vind aan deze video is dat ik niet alleen een goodie bag heb gekregen, maar dat ik dus ook weer een goodie bag weg mag geven. Het is een goodie bag ter waarde van ongeveer 500 euro. Dus check het einde van de video wat je moet doen. En dan gaan we nu beginnen met unboxing. Laat ik eerst dus even de tas erbij pakken. Hij is best wel groot. Ik heb hem hier staan. Oké, hij is ook best wel zwaar. Dit is de tas die ik heb gekregen. Ik ga gewoon willekeurig beginnen met wat er allemaal in zit. Ik begin met dit tasje, Caption. Die hebben jullie wel eens voorbij zien komen. Toevallig ken ik dit merk al. Ik heb nu ook hun nagellak op. Dit is ook echt mijn favoriete kleur. Dan moet ik heel even spieken hoe die ook alweer heet. Wacht, ik heb hem daar staan. Dit is de Am I Right. Dit is een nagellak die net zo goed blijft zitten als een gellak. Alleen kun je hem gewoon zelf aanbrengen en ook weer afhalen. Dus ik ben nu al een jaartje fan van Caption. Je doet eerst de base coat op. Dan kun je dus een kleurtje opdoen. Dit is een milk kleurtje. Dus deze is wit. Die is wel leuk voor in Dubai. En daarna doe je de topcoat op. En dan blijft het gewoon dus een week zo zitten. Nou heb ik toevallig net mijn nagels gelakt. Kun je ze zien? Ja. Ik ben in ieder geval heel erg blij met dit cadeautje. We gaan verder naar het volgende. Oh, dit is zo leuk. Ik voel me gewoon bijna jarig. Volgende tasje. Van yo. Oh, volgens mij was dat de gezichtsverzorging. Erin wat hebben we gekregen. Hydra 24 crème. Een dagcrème. Hm. Zo ziet die eruit trouwens. Even kijken hoor. Even uitproberen. Oh, ziet er best oké uit. Ik zit te bedenken. Ik heb helemaal geen voorbeelden gekeken van unboxing video's. Hoe dat eigenlijk gaat. Dus ik doe nu maar gewoon wat. Ik maak hem trouwens eventjes open. Want ik ben dus benieuwd hoe dit eruit ziet. Ik weet niet of je het kan zien. Hij stelt soms niet scherp op het product. Lijkt best goed. Die ga ik in ieder geval uitproberen en in mijn badkamer zetten. Beetje verzorging voor je gezicht. Kan geen kwaad. Zit er nou meer in? Er zit volgens mij nog meer in. Ja. Laat de tas vallen. En deze zit erin. En wat is dit ook alweer? Oh ja, dat was die fixeerspray. Nou heb ik een beetje make-up op. Let's try it. Ruikt best lekker. Wow, ik heb hier echt een ziek groot pot. En die is ook nog van Payot. Relaxing Cleansing Body Oil. Met jasmine en white tea extract. Dat klinkt wel echt heel lekker. Ik hou van olie in de douche. Ik heb best wel een droge huid. Dus dan vind ik het super chill om olie in de douche te doen. Wat ik soms ook gewoon doe, is eerst lekker douchen. En dan daarna doe ik gewoon babyolie. Ik heb heel vaak in de badkamer babyolie staan. Maar ik ben wel benieuwd of dit ook net zo fijn is. Nou, deze gaan in mijn badkamer. En die ga ik uitproberen. What is next? Een pakketje. Wat zou erin zitten? Oh, deze. Deze ga ik sowieso meenemen naar Dubai. Ik heb de roze gekozen, want die vond ik super leuk. Maar dit zijn dus draadloze koptelefoontjes. Die je dus met sporten kun je die gebruiken. Hier zie je ook een chickie die aan het sporten is. Kijk, dat ziet er dus gewoon zo uit. Wacht. Eens kijken hoe dat eruit ziet. Ik vind het wel grappig. Toch best wel cool. Ik vond de roze wel leuk. Ik dacht, als je dan zo'n gek ding in je oor hebt, dan moet je gewoon voor roze gaan. Maar het is wel vet handig. Want je kan dus gewoon... Als je zo doet, ziet niemand het. Maar volgens mij kan ik hier ook best wel chill lekker mee op het strand liggen. Zonder dat je dan van die draadjes hebt. Wat zit hier nou nog meer bij? Oh, dit is handig. Dit is een soort van riem waar je dan je telefoon in kan doen. Dus dan heb je je telefoon wel bij je voor als je gaat sporten. Ja, dit is volgens mij voornamelijk gemaakt voor het sporten. Maar ik ga dit gewoon lekker op het strand gebruiken. Nice. Leuk. Leuk speeltje om uit te proberen. We gaan verder met het volgende tasje.
Idiot du village. Nu probeer ik het heel goed Frans uit te spreken, terwijl ik kan helemaal niet echt Frans. Maar dit vond ik ook wel heel erg leuk. Dit is dus een soort van blouseje, maar dan niet een hele blouse. Want tegenwoordig heb je toch best wel vaak dat je ziet dat mensen een blouseje dragen met een shirtje eroverheen. En dat is super leuk. Alleen, het is best wel warm. En nu doe je dus gewoon dit ding aan. Dan lijkt het net of je een blouseje en een shirt aan hebt. Maar dan heb je dus alleen maar dit aan. Ik vind het geniaal bedacht. Deze heb ik nog niet eens uitgepakt. Oké, ik kan niet zo netjes uitpakken. Ik moet het altijd gewoon zo achter drukken. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat staat erop? Socks. Ah, het zijn sokken. Het zit goed ingepakt. En dan hebben we nog meer. Oh, er valt van alles uit. Er staat waarschuwing, extreem verslavend. Nou, dan ben ik nu wel heel erg benieuwd. Het ziet er wel leuk uit. Zo. Let's open it. Oeh, warme sokken. Nou hoop ik wel dat het weer toch wel wat lekkerder gaat worden. En dat ik ze niet per se nodig heb. Maar ik heb s'avonds wel dit kouvoeten. Ik vind ze wel leuk. Ik vind het roze wel leuk. Ik vind ze wel schattig. Nou, zal ik meteen maar eens even proberen of ze niet prikken. Want het zegt gegarandeerd anti-prik. Even aandoen. Prikken niet. Nou jongens, kijk mijn mooie voet in beeld. Door naar de volgende. Oh ja. Dit was zo vet. Aan het begin van de avond bij de white dinner kregen wij echt een vet mooi glaasje met zo'n bloemetje erin. En die was zo'n beetje paarsblauwachtig. En dat was een cocktail. En dat was dus gemaakt van de Mary White Premium Vodka. Maar deze fles vind ik zo mooi. Jongens, drink met mate en niet onder de 18, hè. Moet ik er toch eventjes bij zeggen. Maar deze fles vind ik echt awesome. Wat hebben we nog meer? Een giftcard van Omoda. Schoenen. I love shoes. Oh my god, ik ben echt gek op schoenen. Sommige mensen hebben toch een tassenverslaving. Ik heb dat geloof ik een beetje met schoenen. Nou valt het wel mee, want er zijn mensen die altijd erger zijn. Dit vind ik een heel leuk cadeautje. Door naar het volgende. Wat zit er nog meer in die tas? Het lijkt wel of die tas oneindig is. Echt, ik graai maar door en er blijven gewoon dingen in zitten. Voel ik me soms bijna echt bezwaard. Maar dan ben ik echt heel blij dat ik ook een giveaway heb. En dat ik een van jullie ook blij kan maken met een tas met allerlei goodies erin. Zodat we dat een beetje kunnen delen, weet je wel. Want ik vind het veel leuker om samen te delen dan alles voor jezelf te houden. Dan gaan we alweer naar de laatste dingetjes. Kijk, dan heb ik nu iets heel handigs voor in Dubai. Australian Gold, factor 30. Zonnebrand. Nou, dat is fijn. Die gaat dus mee naar Dubai. Terwijl deze video online is, zal deze fles wel al lang leeg zijn. En wat is dit? Dit is ook van Australian Gold. Instant Sunless Spray. Oh, dat is een soort van bronzer. En ik heb ook nog deze hoed van Australian Gold gekregen. Staat het een beetje, jongens? Nou, dit was mijn allereerste unboxing video. Ik heb geen idee of ik het goed heb gedaan. Laat het even weten in de comments wat je ervan vond. En laat ook eventjes weten aan de hand van duimpjes omhoog. Volgende week komt er sowieso een vakantievlog. Mijn allereerste vakantievlog van Dubai komt online. Maar ik ga natuurlijk nog niet mijn video afsluiten, want ik heb nog een giveaway. Ik ga namelijk één winnaar uitkiezen. Die krijgt ook zo'n tas toegestuurd. En daar zitten de producten van de volgende merken in. Australian Gold, nagellak van Caption, een Idiot du Village, Shake It Till You Make It blouseje, een giftcard van Omoda, producten van Payot, en een Avanca of Avanza, nou weet ik niet meer zeker hoe je het uitspreekt, maar in ieder geval een sportsbelt. Nou, wat moet je doen om te winnen? Zorg even dat je geabonneerd bent op dit kanaal en zorg ook dat je me volgt op Instagram. En laat dan eventjes in de comments weten dat je meedoet aan de giveaway hieronder in mijn YouTube video. En laat in die comment ook eventjes weten wat je Instagram naam is. Ik ga mijn winnaar volgende week in mijn video bekendmaken. En ik kan niet wachten om iemand weer blij te maken met zo'n mooie goodie bag. Want het is echt super leuk om dit soort producten te krijgen en uit te testen. Maar ik vind het eigenlijk nog veel leuker om het weg te geven en andere mensen er blij mee te maken. Oké, ik ga nu echt afsluiten mijn video. Volgende week komt mijn vakantievlog online. Hele dikke kus voor jullie. Mwah.